Goed, het volgende dossier is nummer... Ze heeft een naam, hè? Danielle. Ja, maar waar is dat verdomde dossier dan? Is toch opgestuurd, dat Vught? Ja, maar waar is het dan? Ze hebben het druk daar, Dave. Oh, maar het is toch hun werk? Shh, genoeg, genoeg. Danielle. Ja. Danielle. Ja. Daar. Waarom ben jij hier? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet! Nou. Weten wij misschien waarom Danielle TBS heeft gekregen? Ja, ja, ze heeft... ze heeft haar man en haar kinderen... omgebracht. Ah! Jezus, Dave, moet het dan weer zo hard? Gaat het, Danielle? Ja! Danielle, Danielle, mag het alsjeblieft ietsje zachter? Ja! Danielle, kan jij misschien zelf vertellen wat er is gebeurd? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, kom op, Danielle, je kunt er toch wel iets over zeggen. Zo. Ik krijg hier gewoon ontzettende hoofdpijn van. Het gaat om je proefverlof, hè? Wil je dat? Ja. Ja, hè? Ik wil proefverlof. Ik kan hier niet tegen. Hou op! Ja, oké, dat heeft geen zin, hè? Ik kan hier niet tegen. Dus laten we Danielle zo snel mogelijk met verlof sturen en zo lang mogelijk. Heel goed idee. Ga alsjeblieft weg, Danielle. Ga lekker een week naar huis. Nee, oh. Maat! Dag, Danielle. Dag, Danielle. Dag. Prima. Kreeg je zo'n hoofdpijn van? Hé! Hey. Kijk eens! Daar is het dossier. Ik sta er bovenop, zeg. Zie je nou wel dat soort best doen, lieve? Ja. Niks gezegd, Vert.